Bijvoorbeeld het Pactuut is ontstaan al 25 jaar geleden. Toen hebben we met de Peeltuffers, een oldtimer tractorclub, zijn we bij de plaatselijke café begonnen om een mooie tentoonstelling te maken met oude tractoren. Maar toen dachten we willen meer dan dat. Dus we hebben toen ook met de Heemkunde een presentatie over het verleden gemaakt, over het dorp Wilbertoort. En we dachten van het is leuk om daar hobbyisten bij te halen, pels en pluim en ook andere oldtimers. Dus niet alleen tractoren, maar ook andere. En toen dachten we willen ook graag muziek maken. Dus toen dachten we vragen een dweilorkest, een zandbak voor de kinderen. En zo is het heel kleinschalig met een paar honderd bezoekers is het eigenlijk begonnen. 25 jaar geleden. En de tweede editie erop, toen kwamen er nieuwe ideeën. Zoals bijvoorbeeld een carboot sale, een kofferbakverkoop en een treffen met oude Unimogs. Dus heel Wilbertoort en omstreken die komen echt deze kant op, want dat is van alles te doen. Ja, zeker. En het is eigenlijk in die zin ontstaan dat wij toen wij dus de tweede editie hadden, toen zei iemand ik wil een Unimog treffen organiseren bij de Kule in Mil. Maar toen zeiden ze ja, een vergunning aanvragen is moeilijk, kan ik bij jullie aansluiten? En toen hadden we toch een tent, toen zeiden we hey, als die tent er toch staat voor de zondag, dan kunnen we ook een feestavond organiseren. En zo is het eigenlijk een evenement geworden waar allerlei kleinere evenementen in gecombineerd worden. En voor alle leeftijden? Voor alle leeftijden. We hebben roofvogelshows, we hebben luchtkussen, klimkussens, maar ook kleinere luchtkussens, een zandbak. We hebben hobbykraampjes van mooie hobbyspulletjes tot en met een kofferbak waar je ook gewoon heel veel leuke dingen kunt vinden. Anders dan bij een braderie, want het zijn heel veel tweederandse goederen. Dus het is altijd spannend wat je ziet. Dus geen Nokia telefoonhoesjes, maar gewoon andere dingen. Nou ja, en crossactiviteiten en een rockpodium. We hebben dit jaar voor de eerste keer ook nog meer cross, brommerscross, ook voor kinderen. En pitbikes en quads. En nou zijn er dus ouders hier uit de buurt allemaal aan het googlen van kunnen we nog een Thomas of een brommer aanschaffen. Maar dat is niet alleen een cross, daar hebben we demonstraties, dus het is geen wedstrijd. We hebben daar ook voor de eerste keer trekker-trek. En dan niet een standaard trekker-trek met een wedstrijdelement, maar vooral met oldtimer tractoren. En wat we altijd al hadden, zwarte cross-demonstraties. En dat zijn Unimogs, gekke voertuigen, Parijs-Dakar voertuigen als ze komen, die dus gewoon lekker even een dagje kunnen crossen. Mark, je bent een van de vrijwilligers, maar het is wel een beetje uit de hand gelopen. Zeker. We zijn met een werkgroep van ongeveer 10 mensen die er altijd een jaar van tevoren starten. We doen het om de 2 jaar. Het jaar ertussenin willen we vooral nieuwe ideeën proberen te krijgen. En uiteindelijk hebben we een groep met ruim 300 vrijwilligers. En we dachten toen we van de week de telling hadden, hebben we ons wel goed geteld. Maar het was echt ruim 300 mensen, misschien wel iets meer. En die hebben wij via de Peeltuffers, onze club zelf, uit het dorp, maar ook via verenigingen uit de omgeving. Dus bijvoorbeeld de carnavalsclub in Stubert, de scouting in Langenboom. Die komen hier, die krijgen er ook een vergoeding voor. En als het heel goed draait, dan krijgen ze nog een iets betere vergoeding. Je zegt het al, maar hoe belangrijk is het voor het dorp Wilbertoort? Nou, Wilbertoort is er echt trots op dat we echt kunnen uitpakken. Wij noemen dat ook mieters, dus wij willen altijd dan iets meer doen dan standaard. En ja, het is fijn dat we dat om de 2 jaar doen en dat we er ook naartoe kunnen leven. Maar het brengt heel veel mensen bij elkaar. Deze ochtend hier zijn we op het trein aan het opbouwen. En we hebben gewoon een groep jongeren die het nog nooit mee hebben gedaan. Die hebben gewoon met, ja, ik heb net gekeken, wel 15, 20 jongens die echt voor de eerste keer komen. En die staan vandaag de tenten te bouwen, zodat degenen die al wat langer doen, al wel wat lichtere klussen kunnen doen. En uit zo'n groep van 20 komen er dadelijk weer een stuk of 5, 6 die hier blijven plakken. Oké, wanneer begint het? Nou, we beginnen voor echt het grote publiek is het eigenlijk zaterdagavond, de feestavond, om 9 uur 's avonds met 2 live bands. Dus dat is echt het grote feestevenement. En op zondag beginnen we 's morgens om 11 uur tot 1 uur of 5. Dat is het dagprogramma. We hebben ook nog een rockpodium dat gaat tot 7 uur door. En daarnaast hebben we nog een afterparty wat intussen alweer een heel feest op zichzelf is geworden vanaf 7 uur 's avonds op zondag. En voor de deelnemers, dat is ook wel leuk om te horen, is dat er op vrijdagmiddag hier het hele dorp al een beetje begint te bulderen. Want dan komen de campinggasten, gewoon een man of 800 op de camping. En die komen dus op vrijdag al met verschillende voertuigen, vrachtauto's, brommersauto's, Volkswagen, van die mooie busjes. En die komen dan vrijdag hier naartoe rijden. Dan beginnen we ook met een voorgloeibal. En op zaterdag hebben die nog een toertocht. Maar het grote publiek is zaterdag en zondag. Maar vanaf vrijdag is het hier al heel erg gezellig. Is het typisch Wilbertoort wat hier gebeurt?
De kracht van allerlei mensen die showen, ook bijvoorbeeld ondernemers. We hebben niet een paar hoofdsponsoren die zeggen wij kopen het hier af. Maar we hebben superveel bedrijven die gewoon vrachtwagens beschikbaar stellen, loders en dat soort dingen. Jaren terug toen gingen wij met boerenkarren rondrijden. En nu zeggen die bedrijven, hey, wij brengen de spullen wel even met onze moderne vrachtauto's. Dat is de kracht van dit dorp. En tegelijkertijd creëert dat ook die trots.